Goedemorgen. Jaar nu hoor. Ik ga kijken naar de Hermes House Band. Op de Champs-Élysées. Ga je mee? En we gaan nu op zoek naar het restaurantje waar Sally en de andere bandleden gaan lunchen. Ik heb ze gevonden. Kijk eens. Ik sta dus hier in het hotel. Dit is Joram, saxofonist. En hij gaat vanavond het fameuze La 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 lijntje spelen. Goed. Dan heb ik dus Sally in de tourman van JP ontmoet. En Joram, de saxofonist. Alleen ik mis er nog één. Dat stuk Job, grote ster van de show. Maar ja, waar zou die zijn? Zou ik hem kunnen vinden hier? In deze stad. Ik ga hem gewoon zoeken. Overal gezocht. Heel Parijs. Mogen we er door? Nou moet je eigenlijk een smaak. Dat is gewoon echt Robocop. Met Olivier, gisteren met Olivier in de auto en we hadden het over Nederlandse artiesten die het in het buitenland goed doen en zo. Ja, waar klassificeer je ons dan eigenlijk, de Hermes House Band? Waar zitten we aan? Hij zei, jullie representeren heel Frankrijk, zei hij. He, dus niet een genre. Nou, dat is wel een eer. Ja, het is ook een grote eer, jongens. Het is een grote eer. La première étoile sur le maillot bleu il y a 25 ans et on va retrouver ceux qui ont remis cette chanson au goût du jour. Voici Hermès House Band. Mais quelle folie sur les Champs-Élysées! I will survive! Oui, on va tous survivre. Regardez cette ambiance sur les Champs-Élysées. On est en train de vivre un moment de communion, vraiment. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre sur les Champs-Élysées. Je regardais moi-même. Tu vois. Happy New Year! A happy new year! And let's party in 2024, right? Right on! Woo-hoo. En dan kan je natuurlijk de vraag stellen: was het leuk? Heel erg leuk. Paris!